Ja? Dat je soms gewoon zo aan het rennen bent en... Kijk even hoe lekker weertje. Ben je benieuwd wanneer wij open gaan? Goedemorgen, het is maandag. Leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik heb net die van vorige week geëdit en die wordt nu, is nu aan het uploaden. Maar ik werd geroepen voor koffie en iets lekkers. Dus ik ga even naar beneden. Eens kijken wat ze gehaald hebben. Lekker hoor. Alleen jij nog een koffietje. Het is bedtijd. En we hebben hier altijd de traditie dat Jess dan op mijn rug naar boven gaat. Hoe? Dus dan gaan we zo, kijk. Oh, niet? Vandaag zijn we een paard. Oké, wij hebben net lekker gewandeld. We gaan met de papa wandelen en toen naar de winkel. Toen zagen we deze coole bellenblaas bij de kruidvat. Dag. We hebben vandaag heerlijk rustig aangedaan. Een beetje gewerkt tussendoor. Fysio gehad, wat afspraken gehad. Thuisdingetjes het uitwerken. En ook even lekker rustig aangedaan. En lekker tijd met dit monstertje gehad. Mama moest nog even voor de afspraak op de zaak zijn. Dus hij heeft lekker een plankie gemaakt. Lekker, lekker. Nou, leg maar terug dan. Die is ook weer thuis met een broodje. Weet je jongens, het is zo'n drukke dag vandaag. We zijn om vanochtend al begonnen met een afspraak voor de vis- en vleesinkoop. Wat we straks in het restaurant nodig hebben. Daarna doorgescheurd naar de boekhouder. Daar net alle stukken mee doorgenomen. En daar druk geweest. Het is inmiddels 1:30. Even snel een boterhammetje eten thuis. En dan gaan we zo meteen weer naar het pand. En daar staan weer een paar meetings op de planning. Oké, ik zit snel in het kantoortje op de zaak. En ik ga even snel inloggen, want ik heb een online Zoom meeting voor het eventuele nieuwe kassasysteem. Dus daar ga ik nu snel naartoe. Oh jongens, ik ben gewoon helemaal de tijd vergeten. Ik was even twee offertes naast elkaar aan het leggen voor het kassasysteem. En daar was ik helemaal in opgegaan, dus ik kreeg nog een telefoontje en ik kijk nu, het is 6:15. Ik ga snel afsluiten en Jess ophalen. Zo, het is 7:45. Jess die ligt op bed. Ik heb even een simpele salade in elkaar geflanst, dus ik ga even avondeten en nog even mijn laatste mailtjes wegwerken. En dan is de dag er weer op. Nou, wij testen nog even lekker een bubbeltje met een speerribje. En een mand voor wat zaken nog. Beetje mini jongens, het is zo'n chaos op dit moment weer. Het is donderdag 12:00 inmiddels. Ik heb vanochtend gesport. Daarna hier thuis met Jess gezeten. Die ligt nu op bed. Dus ik kan nu even snel wat werkdingen doen. En dan heb ik vanmiddag mijn mama dag. Maar morgen is er geen opvang door een studiedag. Daardoor kan ik morgen ook niet werken. En omdat we gisteren de hele dag afspraken hebben gehad, dus ik loop een beetje achter de feiten aan. Maar ik ga nu even snel mijn tijd pakken die ik heb. Dus let's go. Nou, omdat jullie de vorige keer mijn eerlijkheid en de realiteit zo waardeerden, pak ik nu ook even de camera erbij. Want het is gewoon echt even allemaal balen. Vaak zit ik gewoon op de automatische piloot en ga ik maar door en door en door. Maar op dit moment weet ik gewoon even niet hoe ik het allemaal bom moet werken. Dat je soms gewoon zo aan het rennen bent en jezelf erin of zo een beetje vergeet. En het is allemaal superleuk en het is zo tof wat we allemaal doen.
Maar het is soms ook heel veel. En vooral nu die hele opstart van home. En tussendoor dan nog Beat en Le Mans pad er morgen opvangdag uit. En ja. Kijk eens wie er weer wakker is. Heb je lekker geslapen? Ja. Ja, hè? Ik heb nog even best wat werkdingetjes kunnen doen die weg moesten. Dus mailtjes, dat soort dingen. Ik ben weer even helemaal relaxed, ontspannen. Dus het gaat weer goed. Van die down momentjes, die zitten er gewoon bij. Het is gewoon een pittige tijd. En dit hoort er ook nou eenmaal bij. Het gaat nu gelukkig weer goed. En ik heb nu gewoon lekker een mama middag. En daar ga ik lekker van genieten met Jess samen. Kijk even hoe lekker weertje. Wij zijn even lekker aan het wandelen richting het park. Naar de diertjes. Even lekker samen naar buiten. Eentje! Eentjes! Heerlijk zo bij het water hier. Onze ontdekker die zit zo te spieken. Wind! Kijk eens, kijk eens. Wordt wel gaaf, hè, schat. Wow, dit is ook allemaal al groen, jongens. Kijk, dit was het. Wat erg. En dan heb je hier beneden dus de speelkamer gaat het worden met de ballenbak nu. Dus we zijn lekker bezig. Nou, daar ben ik weer op mijn camera. Mijn kaars zat vol, dus die heb ik net even helemaal zitten opschonen. Dus ik heb weer lekker genoeg ruimte. Ik zie er nog steeds even cracky uit. Jess die ligt al even te slapen, dus ik heb even mijn werkdingen die vandaag echt moesten gedaan. En ik ben nu nog weer even een les van Kim Munnekom aan het volgen. Het is alweer 2 uur, dus ik denk dat Jess zo wakker wordt. En dan gaan wij lekker naar buiten. Zo, al het fruit weer binnen. De hele wagen vol geladen. Nu weer lekker naar huis. Oké, het fruit is binnen. Die hebben we net even lekker op de markt opgehaald. Toen hebben we een boterhammetje gegeten. Jess die ligt nu op bed. Dus ik ga snel aan het werk. Ik ga even snel een voorraadtelling update doen. Om te kijken wat er nu precies hier in het schap ligt. Zodat ik de site kan gaan vernieuwen. En ik denk dat ik dat vanavond kan gaan doen. Misschien zometeen al een eerste stukje. Maar dat hij weer even helemaal up-to-date is. Dat alle links weer kloppen, noem maar op. En dus de juiste voorraad. En dat alles dan open staat om na te bestellen. Nou, ik heb de voorraadtelling gedaan. En net even weer productfoto's gemaakt. Gewoon plat op de grond gefotografeerd. Die ga ik nu even bewerken. Dat ze gewoon goed met een witte achtergrond zijn. En dan hoop ik dat Jess nog even slaapt. Nou, wij lopen even lekker buiten. Het zonnetje begint weer lekker te schijnen, dus dat is fijn. Jess zit lekker in de kinderwagen. En we gaan even op zoek naar een speeltuintje. Spelen en dan... Wat ben je aan het doen? Typen. Typen? Oh ja. Heel mooi. Nou, het is bijna 8 uur. Jess ligt op bed. En het is tijd om de ravage van de speelbenden op te gaan ruimen. En dan ga ik daarna nog even aan het werk. Morgen. Ik heb net mijn ontbijtje op. Jess met Mau mee even een boodschap halen voor home. Wat betekent dat ik even kan gaan werken. Dus ik ren snel naar boven. Pak even mijn laptop. En dan ga ik aan de slag. Kijk eens wie er weer wakker is. Het is 3 uur. Dus ik heb lekker 5 uur kunnen werken vandaag. Ik ben echt heel ver gekomen, dus daar ben ik super blij mee. En Jess die heeft lekker weer een tukkie gedaan van ruim 2 uur. En nu gaan we lekker gezellig zondag vieren samen. En we hebben besloten dat we lekker gaan borrelen samen straks. Dus ik heb mini pizzetjes gehaald. Wat guacamole, nacho chippies, kaasblokje en brie, olijven en... Dan doen we er nog een stokbroodje bij. Ja, schat. Moet ik even... Oh, moet die open? Ja. Deze open. Het is allemaal lekkers. En dan gaan we zo meteen gewoon lekker filmpje kijken. En dan zetten we het allemaal op de bank neer. Hè? Gaan we lekker borrelen samen.
Ja, lekker. Kijk. Wij gaan lekker borrelen. Wat trouwens misschien ook nog wel even leuk is om te vertellen. Of goed is om te vertellen. Wat onze richtlijn gaat worden voor de opening van het restaurant. We kregen namelijk van de week vanuit de versoepelingen, vanuit het kabinet, dat vanaf aanstaande woensdag de restaurants weer een terras mogen openen. En daaruit kregen wij berichten van mensen of ze al konden reserveren bij ons. Nee, wij gaan nog niet open. We zijn nog vol aan het verbouwen natuurlijk. En ik vind het sowieso eerst maar even zien hoe dat hele terras gaat. Maar ben je benieuwd wanneer wij open gaan? Onze richtlijn is 1 juni. Dus dat is nog 5 weken. En er wordt met mannenmacht gewerkt om alles in de verbouwing klaar te hebben. We zijn achter de schermen al druk bezig met personeel. Dus ja, over 5 weken kan je zeker bij ons gaan reserveren op het terras en hopelijk dan ook binnen. Maar voor nu nog niet. 1 juni is de richtlijn dat wij open gaan met ons restaurant. Nou jongens, dit was hem weer. Jess heeft lekker in bad gezeten en die zit nu op de bank nog even een flesje melk te drinken en een filmpje te kijken. Ik doe even de vaatwasser nog. Dan gaat ze zo naar bed toe. En dan zit deze week er alweer op. Ik hoop dat je hem leuk vond om te kijken. Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je hier beneden niet te abonneren. Het is helemaal gratis. En dan zou je me heel erg mee helpen. Nou, bedankt voor het kijken. En ik zie je volgende week weer. Doei doei!